Dennis de Vlieg, OVD Brandweer Groningen. Wat is hier aan de hand in de Planetenlaan? We kregen hier rond een uur of kwart over één een melding van een gaslekkage. We waren werkzaam hier geweest in een woning. We hebben een leiding geraakt en toen was er een vrije uitstroom van gas. Wat heeft de brandweer vervolgens gedaan? Nou, toen we aankwamen was de politie al druk bezig om twee portieken te ontruimen. Wij zijn gelijk naar binnen gegaan, hebben hoge concentraties aan gas gemeten. Dus snel gekeken of wij het lek konden dichten. Nou, dat kon provisorisch om het gat met een keg te dichten. Daarna hebben we gezocht naar een afsluiter en die konden we vinden. En toen was het gat redelijk snel gedicht en het incident ook stabiel. Om hoeveel mensen, CQ-woningen, gaat het totaal? Nou, we waren bezig om twee portieken te ontruimen met ieders 12 woningen. En daar was een deel van de mensen was er al uit toen het incident stabiel was. Dus nog niet iedereen was eruit. Maar het ging in dit situatie ging het om 24 woningen.